Jojo mensen, Knoop de Geer. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft aflevering. En zoals we de vorige keer hebben gestopt, zeiden we van we gaan eens kijken wat er in deze dikke vulkaan zit. Dus we gaan even hier naartoe lopen nu. Kijken of we wat leuks tegen kunnen komen boven. Want daar ben ik toch wel stiekem een beetje benieuwd naar. Er is hier geen lava aan de achterkant van de berg. En daardoor kunnen we hier lekker klimmen. En, lekker klimmen. Ik ben bijna boven. Ik klote dan op de lava. Oké, dit is wel gevaarlijk wat we hier doen, hè? Yes. Dat, ja. Wow. Okay. Ik denk als ik hierboven namelijk gewoon deze weghaal. Dan stroomt het niet aan onze kant op. Dan denk ik heel snel die berg af moeten rennen. Oh, wacht, we hebben zand nodig. Want dan wordt dat glas, bedoel je? Nee, want ik denk dat dit lava hierin zit. Nu zal al het lava weggaan, denk ik, gok ik hoor. Ja, ik denk dat dit de source was. De enige source. Nee, volgens mij. Hier zit overal lava in, dus wat we nodig hebben is zeg maar heel veel zand of grind. En dan kunnen we dit weghalen. Oh ja, of je pompt het eruit, maar... Oh ja, dat is wel slim, ja. Maar we hebben geen pomp. Kijk maar, als ik dit weghaal, zit het daar ook... Dan moet je weer verder, ja. Dan moet je steeds blok voor blok moet je naar beneden. Dus laten we het grind ophalen wat we hebben. En dan hier al ingooien en dan kunnen we naar beneden, naar de center. Is dat slim, denk je? Dat kan wel. Oké, dus we gaan grind halen en water. Ja, het is heel zie hoe groot die aquarium wordt. Ja, dat wordt echt gigantisch. Ah, eigenlijk valt het mee als je het zo ziet. Oké, let's go. We gaan grind halen en een bucketje water, zodat we naar beneden kunnen gaan. Oké, ik loop hier hard naar beneden. Dit is echt cool. Oh yeah, oh yeah. Eet even een clownvis op. Eet jij even mijn clownvis op. Mijn prachtige clownvis. Oké, nice. Dus daar ben ik wel naar benieuwd. Die koeien moeten we nog eens keer meenemen voor een farm. Ja, klopt. Want we kunnen een automatische koeienbreeder maken misschien wel. Ja. Ja, we zitten nu altijd maar... Oh, je hebt kou nu gekild of niet? Ja, eentje. Liggen er een hele familie. Het is een hele familie. Ah, oké, dat is goed. Op de kaart zie ik allemaal schapen hier, maar... Oh, die lopen wel daar. Oké, nice. Ik ren nu snel even... Oh, heen. Help! Wat? Help. Help. Kom. Wat is er nou weer? Je kunt ook nooit even normaal, nee. Hoor jij. Hoe doe je dit? Hoe ga je eruit? Waar ben je? Drijfzand. Waar? Terug. Oh, daar. Ben je aan het suffocaten zometeen? Kijk het. Help. Oh, dank je. Oh, pas op. Al het zand zakt weg. Oh, dit is... Oh. Help. Thank you. Oh, dat is vet. Nou, laten we daar maar niet te veel in de buurt zitten. Nee. Oh man, I saved your life today, okay? Ja, man. I saved your life. Oké, nou, ik ben wel benieuwd wat daar in die dikke vulkaan gaat zitten. Dus let's go, Dio. Onze fabriekshal is nog steeds een half open. Nee, dit hoort zo. Nee, maar ik bedoel, dat materiaal zit er nog niet in. Nee, klopt. We moeten dat ijzermateriaal maken. Maar ja, dat kan ik nog niet maken. Dus ja, dan houdt het snel op. Ik haal dit wel even weg, zo. Zit er iets net uit. Laat het lukken, ja. Zo. Ja, als ik dat metaalsoort kan maken, dan komt het goed. Maar ja, dat heb ik niet. Kun jij voor water zorgen, een bucketje? Bucketje water? Een bucket of water. Dan moet ik even naar de water. Ergens? Ik heb al een bucket. Oh, je hebt ik loop een bucket. Even naar het water toe. Oh, kijk, dat komt goed. Wat neem ik mee? Ik neem grind mee. Hoeveel grind hebben wij? Zoveel, volgens mij. 50. Wel. 64. In die kerst hebben ze ook wat. Nee, we hebben zat. Oh, we moeten ook even slapen, gok ik. Ja, come on. Het is denk ik niet zo slim om in de nacht daarheen te gaan, dus... Oké, we hebben hier de chesties staan. De chesties. Chesties. Ja, en daarna moeten we hier al weg. Want ik vind dit altijd zo'n lelijke plek waar we hier zo deden slapen en wonen. Daar moeten we gewoon even wat moois gaan maken. Dat gaan we ook binnenkort even doen. Het gaat natuurlijk allemaal niet echt om mooi. Het gaat vooral om de machines die we maken. Maar ja, zodra die quarry een beetje de echte spullen hakt, dan komt het helemaal goed. Oké, ik heb alles bij me. Jij ook, hoop ik. Wat moet ik bij me hebben? Een bucket of water. Ik heb een bucket of water. Nou, anders was hier nog water, dus nothing on the hand. Dit ding gaat nog steeds door, hè? Ja. Oké, nice. Oh. Ja, die kool moet straks denk ik wel even bijgevuld worden. Zo, moet je kijken hoe lang dat duurt voor de lava, joh. Ja, dat is nog steeds naar beneden aan het gaan. Het is denk ik wel een ideale source om te pijpen, zeg maar. Om te pijpen. om leeg te zuigen met pijps. Snap je? Wat zit je nou te lachen? Dat is niks aan. Nee, ik zit niet te lachen. Dat is iets heel serieus, hè? Ja. Oké, ik probeer te klimmen, maar...
Door het zwarte zie je niet echt goed waar je nou loopt. Nee. Ik ben natuurlijk wel super goed in Minecraft. Bergbeklimming. Welcome to the final Minecraft bergbeklimming. Dit zijn onze bergbeklimmers. De bergbeklimmers. Oké, nice. Ik ben boven. I'm upstairs. Gewoon door het lava gedeelte gegaan. Ja. Durf dat wel, ja. Zo, jij bent echt cool. Ja, weet ik. Oké, daar ga ik, ja? Ja. Hebben we schep meegenomen? Nee. Oké, nice. Want dat hebben we ook echt niet nodig om dit grind weg te halen. Nee, volgens mij niet. Staat ervoor, kan ik het niet plaatsen. Zo, dit is een goed diep badje, Twente. Ja, meestal gaat zo'n ding toch in het echt tot het midden van de wereld of zo. Ja, ik denk deze ook. Het is niet te geloven, dit. Ik hoop dat we voldoende hebben. Jury en ik kwamen hem tegen in de woestijn, dus we konden gewoon het zand zeg maar weggraven. Oh ja, gewoon. En dan kwam het wel goed. Maar hier is dat niet het geval. Nog 30 blokken. En het allerergste vind ik ook gewoon dat we daarna nog weer moeten weggraven alles. Ja. Nog 17 blokken. Hier heb je een bucket. Ik maak even snel een shovel. Ja! Oh! Ja, is goed. Maak jij een shovel, dan ga ik alvast naar beneden. Nee, de bucket moet je bijhouden. Wat? We moeten hier straks toch weer uit kunnen zwemmen of zo. Ja. Ah, nee, ja. Nee, kom maar. Ik graaf naar beneden. Wacht, misschien is het niet echt handig om allemaal spullen mee te nemen naar beneden. Nou ja, ik geloof wel dat het goed komt, joh. Anders hoor je me wel piepen. En dan weet je dat mijn spullen kwijt zijn. Oké, het is een heel donker diep gat. Ik zou echt niet meer, kan me niet meer herinneren wat daar was. Volgens mij was het een glazen box. En dat haalden we weg en dan stond daar iets super cools en oi 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 en wow en zeg maar dat idee. Oh ja. Oké, nou, ik mine lekker naar beneden. Ik ga even een boterham eten nog. Want ik krijg wel trek hoor, van grind even plaatsen en weer weghalen. Maar waar ben je naartoe? Dat gewoon in je broekzak. Ja, ik doe het allemaal in mijn broekzak, de grind. Oké, ik heb er alweer 34, of nou ja, eigenlijk nu heb ik er 30 gehakken. Oh, ik ben er. Ja, de bucket klaar of een badje maken waar we in kunnen springen? Ik weet niet waar ik ben. Ja, er staan hier allemaal kisten. Kun je er recht onder eentje omlaag maken dat je daar een badje maakt? Ga ik doen. Maar ik weet niet of ik hier weg kom namelijk, dus maar dan mine je gewoon. Ja, ik kan het doen. Nee, hey, er zit hier roze staal wat je niet kapot kan krijgen. Oh jawel, het kan wel. Ja. Een badje? Ja, ja, bijna. Kom eraan. Wacht even nog. Wat? Omdat ik nu niks meer kan hakken. Handige Harry. Oh, we zitten in een glazen bak. Ja. Daarom zeg ik, wacht even. Oké, je moet even uitloggen, anders ga je dood. Ja, ik heb nog één. Ja, log maar even uit. Dus een badje. Ik wil graag zien wat er in de kisten zit, Twente. Oh, man. Ja. Wachten. Ja? Nee, nog niet. Ja, kom maar. Oké. Kom eraan. Nou. Ik wil, wat? Oh, nee, dit is wel nice. Wat doe je nou? Het gat? Hier zo, hier. Dat is echt waardevol, jongen. Wow. Test tungsten ingot. Nee, maar hier zitten wel leuke dingen in. Kijk. Een Aprion's Ring of Peridito. Een Unknown Delimit en een Conduit Probe. Conduit Probe. Safari Net. Daar kunnen we dieren mee vangen, dus dat is handig. Oeh. Unknown Delimit. Dat heb ik niet nodig. Met filter. Een batterij hebben we, dus dat is top. Die hebben we natuurlijk nodig. Dit zullen wel hele zeldzame seeds zijn of zo. Hopelijk. Lily seeds. Dus die neem ik mee. Dit wat ik erin heb gedaan, moet je niet meenemen hoor. Zo, nou, ik heb alles bij me. Top. Hebben we ook ladders meegenomen? Ladders? Hoezo, ladders? Waar heb je ladders vandaan? Leven. Even hoor. Ja, die. Nice, deze neem ik ook even. Oh, kut! Wat? Wat is dit? Ik heb een half hartje.
Nou, we kunnen hem eruit. Wacht heel Heb even. jij eten bij je? Wacht even. Ik ga eventjes nu dit weghalen alvast. Ik wou die blokken hebben natuurlijk, want dit is super handig om te hebben. Maar Ja, is de eten. boel. Ik heb een half hartje. Ik heb eten hier. Een clownfish. Wow. Is er met al je boterhammen gebeurd? Oeh, man. Nou, kom maar weer hierheen. Nice. Het is ook toch weer niet te geloven. Oh, ik heb je XP gekregen, thanks. Geen probleem man, dat vind Oké, okay, hier zit dus denk ik gewoon niks. Geen diamond dynamiet onder, nee. Wat was dat net dan? Ja, dynamiet in één keer. Je hoorde mij ook roepen. Wow, nee. Ah. Neem even ladders mee als je wil. Ladders, hebben wij ladders? Nee, we hebben geen ladders. We hebben ook haast geen hout. Ik ga ladders maken. Ja, het is natuurlijk een hopeloos iets om hier al uit te komen nu. Zonder schep en iets. Zo, we hebben wel geluk gehad dat we het overleefd hebben, jongen. Ik zag het gebeuren en ik schreeuwde: Oh, kut! Ja, we En, hebben wel geluk gehad, ja. oh. Ik had het overleefd, ik had een half houtje. Ik ga dit glas even meenemen. Dat vind ik wel heel leuk glas, dit. Reinforced sapphire glass. Dus dat is volgens mij sterk tegen dynamiet. Dat gaat niet kapot. Dus dat is wel makkelijk om te hebben. Dan kunnen we daar de quarry of zo achter, maar dat we daar door het raam heen kijken of zo. Oh ja. Oh man, het duurt alleen wel lang met hakken, zeg. Hoeveel ladders heb je nodig, denk je? Hoeveel had ik ongeveer gebruikt? 40. 30. Neem er maar 50 mee, want je weet wel hoe het gaat. We zullen wel weer pech hebben, zeg maar. Ja. Dat we weer daar zitten. Oh, we hadden toch iets meer nodig, jongens. Zie je daar die bovenkant? Nou, weer naar beneden. Ook saplings, vind je dat goed? Saplings? Wat hebben we? Wat sapling? Wat? Hè? Ja, ik weet niet of je een sapling wil. Nou, saplings hebben we zat. Jouw grafsteen die zweeft even, dus weet je dat vast? Hartstikke leuk. Nou, ik ben lekker aan het hakken hier hoor. Dit gaat geweldig zo. Yeah. Digging straight, Joe. Oh, wacht, we kunnen ook gewoon die teleporter indrukken natuurlijk, hè? Dan ben ik ook thuis. Maar dat. Oh, nee, dat zouden we. Dat was. Ik las in de comments dat dat niet hoort te kunnen. Twente? Wat? Ja, Ik nee. hoorde in de comments dat je niet hoorde te kunnen teleporten naar zo'n ding. Naar een dev. Naar een waypoint. Oh, dat. Nou, het zit wel in de mod, maar. Het is niet cool. Cool. Dus ik kan het wel gewoon doen. Maar het is niet Kan cool. doen. Het is niet cool. Nee, dan kunnen we beter echt iets cools maken, bedoel je? Ja. Oké, nee, dan gebruiken we hem niet. Dat is dan top. Nou, lekker dit hakken. Poepoe. Ben er even moe van, hoor. Jongen, jongen. Ben jij er al bijna? Ik moest eerst wat hout verzamelen en ik heb geen Wow. axe, dus ik doe rustig aan. Je moest even hout. En je doet. Oh, je met de hand zit hij te hakken, natuurlijk. Ja, ik weet alweer precies hoe dit gaat. Heb Ik heb een 16, ex. ik heb wat? Ik heb wel een ex, kom maar hierheen. Ja, ik kom even naar beneden toe. Ah, ik ben hier het glas aan het hakken. Dat is wel moeilijk te verkrijgen, moet ik maar zeggen. Maar nu zit ik te denken, die sapphire blocks, als ik die dan hierin doe. Oh, Ik heb nice. Heb ik. genoeg, kom eraan. Oké, top. Met wie? Ja, ik ben nog steeds het spul aan het hakken, joh. Dat is moeilijk om te hakken, joh. Poeh. Het is gewoon een mega grote zwarte berg. Ja, nu is het een mega grote zwarte berg. We kunnen Kunnen altijd nog ook. weer bovenop lava gooien, hè? Ja, of wat anders speels, zoals Electrum of zo, dat licht geeft, geel. Is Onze dat. eigen berg. Bij Oh, maken. echt? En dat is lichtgevende vloeistof. Ja. Oh, cool. Ja, dat is wel leuk. Kunnen we wel doen. Het is ook vloeistof dat in tegenovergestelde richting gaat. Dus een plaatje het en dan gaat het recht omhoog, maar daar heb je niet veel aan. Omhoog gaat. Dat is een zwaartekracht omgedraaid. Oh, dat is leuk. Gaat omhoog. Als je straks boven bent, kunnen we samen genieten van de zonsondergang. Tadaan. Ah ja, je bent er bijna. Je bent omhoog aan het klimmen. Nou, ik hoop dat je er snel komt. Is het badje er nog of heb je Ja. die weggehaald? Nee, het badje is er nog. Doodzak. Ik zie wat blauw is, ik denk, oh.
Ja. Blaadje is er nog. Maar toen viel ik naar beneden en zei ik, dat is niet zo blauw goed. Dat is ander blauw. Oh man. teleport er nu maar één hoor. Dit was meer voor de grap. Neem even trouwens een emmer water mee, want het water is op. Heb je niet we hebben een ladder zometeen, dus dat maakt eigenlijk niet uit trouwens. Oké. Zo. Waar ben je nou? Oh, hi. Hi. Oké, dan hak ik even deze laatste hier weg. En het is eigenlijk nog meer. Wil je meehelpen hakken? Ik jou wil helpen. Ja, we moeten dit, dit nog even weghakken. En ik zal even een toorts plaatsen, want we zien echt helemaal niks. Kijk, het is niet echt leuk dit. Kun je dat hakken met de iron? Wacht, wat? Ik weet niet of je nog een iron tool hebt bij je. Dan kun je dit weghakken. Iron tool. Oké, nice. Dit. Oh, dit spul, ja. Yeah. Yes, in de herkomst is dit. Ja, dat is lastig spul om te hakken hoor. Maar ja, het is niet anders. Misschien als we met z'n tweeën op één tegelijk hakken, dat het sneller gaat, lijkt te gaan. Zullen we proberen? Oké, welke pak je? Hak maar. Dat werkt toch niet. Oh man, dat is ook niet leuk zo, hè. Wat een saai leven hebben wij ook weer. Staan we hier een beetje ergens in een geberg? Ik vind het, we hebben genoeg, hoor. Alleen deze nog even en dan gaan we de ladders plaatsen. Dan kunnen we omhoog. Ik ben de ladder zat ook. Wat ben jij aan het opzoeken? Je doet verdacht. Hoe je dat ding maakt. Welk ding? Dat je zit te hakken. Okay. Heel speciaal. Ladders. Ja. Ik volg eerste, jou. We doen eerst deze. Ja, oh ja, die vind ik mooi, die eerste kleur. Yes, oké, okay, here we go. Maar dit is fijn, wacht even. Even ga uit mijn gezicht gaan. Ja, ja, ik ga weg. Ja. Hallo? Ja. Wat, ga je nou aan de andere kant? ze passen niet boven elkaar, maar oké. Okay. Ja. Hier moet je gewoon heel sterk zijn. Waar ben je aan? Wat? Wacht even. Dit kan niet, twee aan één kant. Ja. Nee, ik ben te dik. Je hebt toch niet de verkeerde ladders gemaakt, of wel? Ik had niet genoeg hout. Wat heb je dan gemaakt? Hoe doe je? Ja, waarom werkt die ladder niet? Hij moet wel werken. Wacht even. Wat ben je aan het doen? Oké, okay, ja. I understand now. Oei. Ik begrijp er geen zak van. Ik snap er ook niks van. Hoe moeilijk kan het zijn om een ladder naar boven? We zijn echt twee kneuzen en knuppels, jongen. Echt, mensen zitten dit te kijken en denken... Gast, wat zijn dit voor Minecraft-spelers? Ga even een modpack spelen. Kunnen niet eens een ladder fatsoenlijk plaatsen, ja? Oké, maar hier, kijk, ladders. Oké, okay, wacht, ik pak er één, ja? Oké. Okay. Die past niet boven elkaar. Dat is een ander... Wat? Nou. Geef mij alle ladders maar. Wat? Geef maar... Oké, daar gaat hij weer. Zo moeilijk is het, jongens. Het is niet te geloven. Bij mij kon dat niet. Jawel, joh. Het kan altijd... Oeh, ik hoor zombies. Ja, ik kan. Het is natuurlijk weer pikken donker nu we boven komen. Ja, lava is weg. Dus die beesten spawnen hier. Holy shit. Wedstrijdje wie het eerst thuis is? Oké. Okay. Au. Oh, dat is al dus lichter geworden. Oeh. I'm scared. Oeh, yeah. Waar ben je nou? Ik heb gewonnen, denk ik. Ik ben als eerst thuis. Yay. Ik ben echt blij. Ligt aan wat je thuis noemt. Ja, nee, dat is waar. Even kijken, hoor. Ik ga even een kistje plaatsen waar we de speciale, zeldzame bende op vinden, zeg maar. Okay. Dus dit is school, dit is oors, dat maakt niet uit. Dit is wat ik echt niet weet wat we ermee moeten, zeg maar. En dit was het, denk ik, een beetje. Waar is dit andere zaadje? Oh, ik dacht dat ik nog een zaadje mee had genomen, maar die is verdwenen. Oh nee, die heb ik wel. Daar is die. Ender Lily. Dus dat klinkt wel cool, een Ender Lily. Ja.
Legend, standaard binding agent, blood magic, alchemy wizard. Kijk, oh, dat zie je het. Oké, nou, dan hebben we ook nog even van dit soort spullen. Oh. Zo. Ik krijg dat flink wat kool verzamelen. We moeten kool verzamelen, ja, maar dan moet de quarry gaan doen. Die moet eigenlijk de kool verzamelen en die kunnen we dan even slapen. Die, ja. Als de quarry de kool even aan ons geeft, dan zijn we klaar. Maar hoe lang doet het wel niet voor die quarry een keer verder is? Ja. Hoezo is hij zo traag? Hij nodig heeft om verder te gaan. Hij gaat niet verder nu, omdat hij geen kool heeft. Hij is gestopt. Oh, een enderman. Kunnen we killen, hè? Oh fuck, hij is boos op jou of zo? Nee. Ik hoor dat geluid. Hallo? Oh, hij zit daar ergens. Oh, er komt iets een scheidworm binnen. Ga weg. Als we door die deur rennen. Ah, blijf nou een keer gewoon weg van ons. Nou, hij is weg, die enderman. En anders komt hij zo meteen en dan schrik ik. Let maar op. Oké, wat doe jij daar? Hey, ho, ho, ho. Jij hebt je zwaard, oké? Jij moet eerst. Kom maar naar buiten. Hey, laten we naar buiten komen, ja. Dan. Oh, was dat alles? We hebben daarom al zo'n kapot geschot. Hey, dit is de quarry line, zie je dat? Wat? Ja, hier ook. Zie je dat? Hij haalt het hier, hier is het weg. Ja, Steam. Ja, je moet call in. Ja, of ook. Ja. Werkt ook. Ja, klopt. Dit is even tijdelijk, maar ik denk, ik zet hem even aan de gang. Dan doet hij in ieder geval weer wat, weet je wel. Kijk, daar gaan ze weer. Hartstikke mooi. Kool. Hebben we nog kool in die kist of hebben we dat allemaal opgemaakt nu? Heb ik allemaal opgemaakt. We kunnen ook lava buckets erin doen. Ja. Dat kunnen we halen. Ik heb een bucket bij me, dus dat... Ik heb geen... Waar is mijn bucket? Dan zou ik jouw bucket wel hebben. Denk ik. Moet je dan gewoon die bucket erin leggen en dan is het goed? Ja, en dan krijg je dan is die gewoon leeg en dan is die bezig. Oké. Okay. Misschien moeten we even een keer een pomp maken en dan kunnen we dat lava even opsparen. Zullen we dat even gaan doen? Kunnen we even over na gaan denken nu? Ja, ik weet niet of je dat als liquid erin kan doen. Oh, dat lava, ja. Ja, dat lava. Even kijken hoor, dan doen we die achterste. Nou, dan kan ik de lava er al uithalen, ja. Dus dat is wel grappig. Ja, dat moeten we even doen. Dus wat hebben we dan nodig? Hebben we dan weer een Stirling Engine nodig, natuurlijk? We hebben een pump nodig. We hebben pipes nodig. Die cactus hebben we nodig, of niet? Ja, want je hebt cactus en dan kan je vloeistoffen erin doen. Dus we moeten op wereldreis gaan, daar komt het op neer. Ja. We moeten een woestijn gaan zoeken, oké. Ja, gaan we doen. Ik weet het. Wij gaan even cactussen zoeken, jongens. Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben de berg onderzocht. Aparte berg, maar moet ook gebeuren. Hè? Dus ik zie jullie allemaal de volgende keer. Doe het duimpje omhoog, check even Twins kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer, wat ik altijd zeg. Yo, 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 yo. Yo, yo.